I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video. In deze video ga ik een beetje jullie meenemen in de voorbereiding voor mijn examens. De examens zijn pas al over 4 weken. Het geeft me heel veel stress. Ik neem jullie daar lekker in mee. En het wordt gewoon helemaal gezellig. Let niet op mijn haar, want ik ga morgen naar de kapper. Het is echt veel te lang. Ik kan het gewoon niet meer normaal stylen. Maar ja, dus laten we maar snel beginnen aan de video. Over 4 weken heb ik dus examens. En aan de ene kant vind ik dat echt super ver weg. Maar aan de andere kant denk ik echt van, oh, 4 weken, dat gaat echt best wel snel. Ik had trouwens vandaag deze Coca-Cola Vanille Zero voor het eerst geproefd. En ik vind hem op zich wel lekker, maar hou sowieso niet heel erg van cola. Ik vind het wel lekker, maar ik ben gewoon echt veel meer van de iced tea. Vind ik zo lekker. Peach en green. Ik heb vandaag even alle examens. Maar dat had ik op zich ook al wel een beetje in mijn agenda gezet. En even alle belangrijke data in mijn Apple agenda. Want die gebruik ik altijd. Vind ik altijd vet handig voor overzichten. En kan ik alles ook heel makkelijk veranderen qua tijden en zo. En ja, die heb ik gewoon overal bij me. Ook op mijn laptop kan ik dat vet makkelijk zien. Dus vandaag wou ik niet per se super veel meer gaan doen. Maar in deze video wil ik dus mijn examenplanning gaan maken. En ik heb voor volgende week heb ik dus ook echt al oefenexamens op school en zo. Dus kan ik ook wel wat gaan filmen. Wat ik wel leuk vind. En volgende week vrijdag is mijn schoolgala, want we hadden dat eigenlijk eerder, maar door corona, zeg maar tijdens kerst zouden we dat hebben, maar door corona is dat helemaal afgelast en zo. Volgens mij was dat de reden, ik weet niet precies. Wij wouden gewoon een schoolgala, want ja, dat is natuurlijk vet leuk. Dus die is volgende week vrijdag. Dus ik had al een pak besteld, maar die heb ik weer teruggestuurd, want die was heel lelijk. Dat was ook gewoon even om te kijken wat ik nou leuk vond. En deze kleur vond ik ook niet leuk. De broek was te strak en de colbert zat zeg maar te wijd, dus dat was echt niks. Maar nu heb ik weer 2 besteld, eentje op ASOS en eentje op H&M. Dus ik hoop dat die leuk zijn en dat ze passen. En ja, ik weet nog niet zo goed. Waarschijnlijk stuur ik daar eentje dus van terug. En het is nu 3 uur. Oh, volgens mij had ik om 3:15 online les van scheikunde. Nee, trouwens, die meneer had trouwens gezegd, ik had gevraagd of ik de les online mocht volgen, want anders had ik vet veel tussenuren. Maar die meneer had gezegd dat ik het aan mezelf moest overlaten. Huh, maar nu heeft hij wel weer online les. Maar ja, deze week komen dus die pakken binnen, dus ga ik ze ook wel even laten zien in de video. Goedemorgen, dit heb ik aan vandaag. Helemaal fancy, nee, maar mijn haar ziet er echt gewoon niet uit. Ik ben blij dat ik vanmiddag naar de kapper ga, want ik ben helemaal geïrriteerd erdoor. Hoe is dat? Het is echt veel te lang. Lekker die stofzuiger op de achtergrond, maar goed, daar moeten we mee leven. Als je nog niet op mijn kanaal bent geabonneerd, doe dat natuurlijk zeker. Geef deze video nog even een like. Vanmiddag, ik moet om 11 uur beginnen, dan heb ik een paasviering van school. Dan heb ik een tussenuur, dus ik denk dat ik dan naar de stad ga. Maar ik denk gisteren ook, ik moet eigenlijk geld sparen. Dat is niet helemaal een goede idee. Bij de sponsor van deze video, namelijk Economie Academy. Ik had in de 3e economie en toen had ik dus in de 4e ook economie gekozen. Maar omdat ik al NG had met Duits en ik had gewoon een vet druk vakkenpakket, heb ik het uiteindelijk laten vallen. Maar ik heb hier dus een vet handige tip voor de mensen die wel economie of bedrijfseconomie hebben en op HAVO of VWO en in het examenjaar zitten. Want met Economie Academy kun je dus heel handig de examens gaan trainen. Economie Academy biedt een online cursus en dan word je helemaal klaargestoomd voor het eindexamen. Bij de online training dus van economie en bedrijfseconomie kun je dus hele handige van elk onderwerp, begrip, wat je maar kan bedenken, uitlegvideo's vinden bij de training. De training bevat begrippenlijsten, oefenexamens met uitwerking daar nog bij en ook nog uitlegvideo's. Alles is dus per examen door mij geordend, dus daardoor is het echt heel erg overzichtelijk en daardoor kun je elk onderdeel makkelijk vinden en daarbij dus de juiste uitleg vinden. Je kan alles dus in je eigen tempo volgen en je kan dus nog vragen stellen aan Frank als je nog iets snapt of ergens nog echt extra uitleg over wilt. En ja, en nog veel meer dingen. Wat dus super handig is dat je echt overal wel een uitlegvideo van economie en bedrijfseconomie kan vinden bij
de training. En alles is heel makkelijk, zeg maar, geordend. Want je kan ook aangeven of je een video hebt bekeken of dat je die nog moet kijken. En als je een examen hebt geoefend, kun je dus de uitwerkingen vinden. Maar daarbij nog extra uitlegvideo's die de uitwerking nog even doorbespreekt. Zodat je misschien, als je de uitwerkingen nog niet helemaal snapt, dat je die nog eventjes kan kijken. Zodat je daarna, ja, helemaal voldoende snapt. Deze examentraining kost normaal gesproken €29,95. Wat eigenlijk al vet goedkoop is voor een examentraining. Als je, ja, kijkt naar andere examentrainingen die echt veel minder uitgebreid zijn. Maar ik heb gelukkig een kortingscode voor jullie. Voor 20% korting. Wat natuurlijk helemaal top is. En daardoor wordt het nog maar €23,95. En deze kortingscode geldt tot met wanneer deze video is geüpload. Tot en met 1 mei. Dus 7 dagen. Dus ik zou zeggen, kijk zeker op de site. En misschien vind je het wel wat. Ik wil Economie Academy bedanken voor het sponsoren van deze video. En dan gaan we weer lekker door naar de video. Goedemorgen iedereen, het is vandaag vrijdag alweer. En gisteren heb ik volgens mij niet zoveel gefilmd, want ik was naar de kapper en de hele dag zat ik gewoon op school. We hadden paasviering op school en toen heb ik dus eigenlijk niet meer zoveel gefilmd. Nu heb ik lekker een dagje vrij en eigenlijk moet ik nog een beetje bezig gaan met school, want dinsdag heb ik mijn wiskundeherkansing. En daar moet ik natuurlijk best wel veel voor leren en ik wil gewoon ook wel wat TikToks maken. Ik heb niet heel veel gepost de afgelopen dagen, dus het wordt wel een beetje een productief dagje. Het is nu trouwens 11 uur. Ik zie twee pakketjes zes bij de voordeur. Dankjewel, meisje. Ha. Mijn moeder belde even. Ik ben een beetje nerveus, want ik ben heel bang dat ze dan allemaal niet deugd zijn of niet passen. Maar we doen het eerst van ASOS wel. Oké. Okay. Oh, deze vind ik wel leuk. Oh, ik vind deze leuk. Veel leuker dan die andere die ik al terug heb gestuurd. Kijk, ze zijn een heel klein beetje anders, maar ik vind dat niet heel erg. Oh, ze zijn eigenlijk best wel een beetje anders. Nou, we gaan het zien. Nou, deze. Oh, ik vind hem veel leuker in het echte rond de foto, moet ik nu al zeggen. Want deze is wat steviger dan die andere. Misschien is dat ook wel juist wel fijn. Oh, deze is ook leuk. Ik ga ze passen. Ik heb echt 10 verschillende combinaties geprobeerd met alle pakken. En ze passen allebei, wat echt geweldig is. Alleen deze. Ik wil het eigenlijk nog niet laten zien eigenlijk. Maar ik snap dat het heel irritant is om te kijken. Want je wilt er natuurlijk zien hoe het dan staat. Maar ik weet het nog niet. Omdat ik zelf nog niet echt weet wat ik aan wil. Maar dat andere pak is gewoon hetzelfde kleur. Maar kijk, deze is toch wel net een klein beetje anders dan die. Ik weet niet of dat heel erg is. Ik kan nu al niet kiezen. Want ik heb echt 40.000 verschillende combinaties. Het is wel een beetje lastig. Maar ja. Eerst dit even opruimen maar. Ik zie er niet uit. Ik was even Gilmore Girls aan het kijken. Ik heb even Ben & Jerry's gepakt. Marco, prima. Prima, Marco. Sorry, dat is van TikTok. Het is nu woensdag 20 april. Het is nu even denken 7:50. Ik had dus de hele ochtend, zeg maar, examentraining op school. En gewoon, ik had dan biologie. En dan gingen we gewoon, ja, 3 uur lang. Dat was echt verschrikkelijk eigenlijk. Gingen we van 9 uur tot 12 gingen we examens, gewoon 1 examen doen. Dus die van 2021 van biologie. En het was echt heel vermoeiend. Maar ja, ik zit hier nog steeds. Ik ben net even een pakketje wezen retourneren. Mijn pak trouwens, die ik terug ga sturen. En het is hartstikke mooi weer. Daar ben ik wel hartstikke blij mee. Ik had dus nog 3 nieuwe shirts besteld. Kijk, deze. Het is allemaal van de Pool & Bear trouwens. Maar kijk, ik dacht gewoon helemaal leuk met de mat. Volgens mij staan er bloemen op. Of een boom volgens mij. Nou, oh, ik had het net zo netjes opgevouwen. Kijk, deze. Ik dacht leuk. Dit is ook volgens mij van de mat. Oh, dat staat er ook op. En deze. Ik vind zwart maar niet heel erg staan. Maar ja, ik dacht altijd handig gewoon nog een zwart shirt in je kast te hebben. Want ja, anders soms bij sommige jasjes staat het namelijk wel gewoon leuk. Frank Hawaii. Oh, dat staat niet op. Heffiland. 1913. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en vanavond is gala. We hebben dus weer de hele dag examentraining. Gisteren ook, daarom heb ik gisteren eigenlijk niks gefilmd. Ik had namelijk echt letterlijk de hele dag examentraining. En van 9:30 tot 6:15. En toen moest ik van 6 tot 9 werken. Nou, geweldig. Werk was tevens wel leuk. Vanavond hebben we dus gala, dus dan hebben we tot 6:30 examentraining. En gala begint om 7:00. 9:30 tot 6:30 examentraining. Ik weet nog niet eens wat ik precies ga aandoen met gala. Ik heb zeg maar een pak, maar ik weet nog niet of ik een overhemd onder ga doen of een shirt. Maar ik denk eigenlijk gewoon een blouseje, zeg maar. Als je me nog niet volgt op Insta, doe dat natuurlijk ook eventjes zo. Daniel Cruijff, het laagstreep. En op TikTok, Daniel met 2 A's en een laagstreepje. Dus gisteren had ik gewoon ijskoffie in een thermoskan meegenomen met ijsblokjes, zodat het gewoon lekker koud bleef.
The day after. Gisteren had het de schade en het was echt ontzettend leuk. Ik was er weer druk aan het editen, want het is zaterdag en morgen gaat deze video online. Dus in totaal heb ik echt 2 weken voor deze video gefilmd. Het was echt heel leuk. Het was de schade. Eerst had je een soort van rode loper en ik kwam met mijn moeder. Maar als eerste instantie reden we letterlijk verkeerd. Maakt echt niks uit. We gingen gewoon weer keren en uiteindelijk kwamen we er toch wel. En dan moest je zeg maar met de auto moest je uitstappen op de rode loper. En dan werden er foto's van je gemaakt. Maar ik liep per ongeluk niet de hele rode loper af, want ik ging per ongeluk te vroeg al naar rechts. Omdat ik gewoon klasgenootjes zag en het vond ik gewoon gezellig. Dus ik ging gewoon al weg. Maar ik wist niet dat je hele rode loper af moest lopen. Ik hoop dat er leuke foto's zijn gemaakt. Dus die foto's heb ik nog niet. Maar ik zal hier wel even wat leuke foto's laten zien van het gala. Dit zijn gewoon foto's die ik zelf heb gemaakt. Want ja, de foto's, zeg maar de officiële foto's, want er waren 3 fotografen die moeten nog komen. Ik vond het leuk om te filmen. Geef deze video nog een like als je dat nog niet hebt gedaan. En abonneer natuurlijk nog even op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer terug bij een van mijn volgende video's. Doei!